één is duidelijk, zwarte lingerie is een must in je kast. Want het staat iedereen en het is altijd sexy en classy. En het leuke is, je zwarte lingerie mag ook gezien worden. Dus je kunt het gewoon dragen onder zo'n beetje transparante top. Ik heb nu een top aan waarbij de BH een beetje doorschijnt. En zeker als hij van zwarte kant is, mag hij echt gezien worden. Je hebt het vast wel eens gehad. Het moment is daar om je nieuwe lievelingsjurk aan te trekken. Maar je hebt niet de juiste lingerie voor onder die strakke jurk. Ik raad je aan om onder een strakke jurk of misschien zelfs je trouwjurk voor een body te kiezen. Want zo'n body stroomlijnt je silhouet, het maakt je buik optisch platter en het omhult je billen. En dat wil je. Dit is helemaal smooth, dus ik voel me helemaal zelfverzekerd in mijn body, letterlijk en figuurlijk. En dat is natuurlijk een goed begin voor een date. Off-shoulder is een van de grootste trends en blote schouders vind ik zelf waanzinnig sexy en vrouwelijk. En of je nou denkt aan een strapless jurk of een off-shoulder top of zelfs een trouwjurk, de zoektocht naar de perfecte strapless BH kan best tricky zijn. Maar laat je door niemand wijsmaken dat een strapless BH niet op zijn plek blijft zitten. Want als je de juiste maat hebt en je laat adviseren door een styliste, dan vind je sowieso de ideale match. Dit is top, want je ziet niks en het voelt goed. Even een springtest. Ja, check.